De voorstelling gaat over Hanni Schaft. En Hanni Schaft in de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland was een studentenrechten, die op een gegeven moment toen de Duitsers het land bezetten, niet meer ging studeren, maar in het verzet ging. En ook koos voor gewelddadig verzet. Ik moet een ster gaan dragen waar Jood op staat. Ster? Ja. Dat jullie met een wijde boog om mij heen kunnen lopen. Dat jullie gewaarschuwd zijn, dat ik besmettelijk ben en jullie aan kan steken. Wat? Ze willen gewoon overzicht. Meteen kunnen zien of je Joods bent of niet. Die ster? Ja. Kan me niet schelen. Ik zal hem met ere gaan dragen. Ik ben trots op wie ik ben. Ik hoor op televisie heel vaak mensen vragen aan mensen uit de oorlog van moeten we daar nu dan nog over praten? En ik denk, wat is dat nou voor een rare vraag? Want natuurlijk moet dat. Het is, nou ja, over Hanni Schaft dan te nemen, heeft gewoon keihard gevochten met haar verzetsgroep om te bereiken wat er nu is, vrijheid. En mij maar een pistool. Ik heb niks met onduidelijke plannen. Ik wil doen, gewoon, man tegen man. Wijs mij maar iemand aan die omgelegd moet worden en er dan wel even een goede reden bij geven en ik leg hem om. Ga je rustig thuis zitten of ga je ten strijde trekken? En dan ook nog, als je ten strijde trekt, heb je het recht op? Mag je het recht in eigen handen nemen om mensen dood te schieten? Nee. Niet met twee handen schieten. En zeker niet om je pols weg mee te likken. Die zit op je stuur. Met één hand schieten. Nu! Ho, denk ik. Goed zo, meid. Je hebt je punt gemaakt. Houd je muil. Toon me je waardigheid. Mondje dicht. Gezicht strak. Afgelopen.